moet nu nog een kort stukje schrijven over kapitein Rob. Dus dat heb je dat nog gelezen, kapitein Rob, in je vroege jeugd? Hij is mij ook niet voorgelezen. Ah, nee, dat is strips. Dat zijn strips. Nee, hele leuke strips waren dat in de jaren 50. Nee. Erik de Noorman, zeg je dat nog wat? Kuifje wel? Nee. Erik de Noorman zegt je ook niks? Helemaal niks, nee. En kapitein Rob zegt je ook niks? Nee, ook niet. Wel een droevigheid. Nou, die verhalen over ze. De oorspronkelijke maker van die verhalen is al in 66 overleden. Maar er zijn nu twee jongens die weer van die nieuwe verhalen maken. Die er heel redelijk uitzien. En daar ga ik nu een kort stukje voor schrijven. Oké. Ik ken wel wie heeft er op het hoofd van de mol gepoept. Dat is voor mij nou weer totaal nieuw. Dan moet je wel vrij vroeg opstaan. Wil je op het hoofd van een mol poepen? Want dan moet je, ten eerste komen ze zelden boven de grond. Dus. Dat is een hele klus om dat goed voor elkaar te krijgen. Ja, het is een heel bekend kinderboek. Ja? Ja. Kijk, dat zegt mij nou weer niks. Nee, het is, en dan gaan ze... Je weet, dat is een heel interessant. Misschien moeten we het daar eens over hebben. Dat je natuurlijk opgroeit in een complexe culturele context. Het is awesome. Kunt u mij horen? De mini. Ja, we moeten nog eens over de mini zeggen. Ja, dat is op zichzelf wel een zonderlinge geschiedenis. Want... dit gaat om de BMC, de British Motor Corporation. Die bestond toen volgens mij al, we spreken in de jaren 50. Het jaar is 1956. En het Suezkanaal raakt afgesloten. Er ontstaat een conflict over het beheer van het Suezkanaal. En Fransen en Engelsen hebben daar ingegrepen, geïnterveneerd. Het is allemaal heel slecht afgelopen. De Amerikanen zagen er niets in. Die waren niet behoorlijk geïnformeerd. Dus Eisenhower was pissig. Maar feit is dat enige tijd het Suezkanaal niet gebruikt kon worden. Wat al heel snel leidde in West-Europa tot ernstige brandstoftekorten. En bij BMC, daar was een heel interessante ontwerper in dienst, hoofdontwerper. Isigonis geheten. Wat de precieze uitspraak is in het Engels, weet ik niet. Hij was van Griekse herkomst. En ouders waren volgens mij uit Griekenland geëmigreerd. En die werkte aan een hele serie nieuwe auto's. En toen zei de directie van de BMC, nou ja, stop maar even en werk aan het kleinste en goedkoopst denkbare autootje wat je kunt bedenken. En wat met onze middelen geproduceerd kan worden. In verband met die schaarste van benzine. Want het gaat nu even om hoe zuiniger, hoe beter. En alle hele zuinige autootjes, met name een aantal van die wonderlijke Duitse mini-autootjes die je toen nog had. Ik bedoel, die Duitse industrie die was maar alleen pas bezig zich te herstellen. Die werden plotseling goed verkocht. Dus de BMW Isetta, heel wonderlijk ding waarbij als je de voorkant opende, dan ging het hele stuur mee. En je moet er niet aan denken dat je ooit een botsing, of denk aan de cabinenroller, de Messerschmitt cabinenroller, een soort van rijdende cockpit was dat. Je had zelfs een Tiger uitvoering die enorme snelheden kon ontwikkelen. 140 kon rijden, wat toen enorm hard was. Die werden plotseling goed verkocht, dus BMC dacht, er moet een mini-autootje komen. Dus die Sigonis en zijn team, die werden aan het werk gezet. Vergeet niet, auto-ontwerpen, dat is altijd teamwork. Het is niet zo'n één enkele vaak is er wel één enkele geniale figuur die leiding geeft, in dit geval die Sigonis, maar het is vrij lastig om een auto te ontwerpen. En voor te bereiden voor massaproductie, want dat komt er natuurlijk altijd bij. Je kunt een hele leuke auto zelf in elkaar knutselen, maar die is niet geschikt voor massaproductie. Dus ze zijn dan aan de slag gegaan en in 1959 verscheen op de markt de Mini. En die Mini, dat was toch wel een heel bijzonder wagentje in de zin dat die hele kleine wieltjes had. Misschien kan ik in dit verband even opmerken dat ik zeer kritisch gestemd ben ten aanzien van die achterlijke mode dat tegenwoordig gewone familieauto's enorme wielen moeten hebben. Dat is een puur esthetische zaak. Dat is hartstikke onhandig in allerlei opzichten. Het onafgeveerd gewicht neemt toe. Wegligging wordt er niet beter van. Die Mini met die piepkleine stepwieltjes op de hoeken van de auto had een van de beste wegliggingen die ooit een productieauto heeft gehad. Daar zullen we zo ook nog kort iets over zeggen. Dus hou op met die idioot grote wielen, wat een flauwekul is dat ook. Maar goed.
Het bijzondere van de Mini was dat de motor niet in lengterichting voorin stond, maar juist om ook weer de afmetingen van het wagentje te beperken, niet waar, was de motor dwars voorin gemonteerd. Waarbij de versnellingsbak zich bevond in onder de motor en eigenlijk gesmeerd werd met dezelfde olie als de motorolie. Dat bleek niet zo'n gelukkige oplossing te zijn op lange termijn. Maar feit is, dit was de eerste in serie, grote serie geproduceerde auto met een dwarsgeplaatste motor. We zien even af van het Trabant, want dat was zo'n eigenaardig motortje, dat stond ook dwars overigens. Maar dit was toch wel een andere propositie, want dit was een normale viercilinder benzinemotor. Dus dat was al enorm vernieuwend. Na enige tijd kreeg hij ook een heel vernieuwende viering, hydrolastic geheten. Maar daar zijn ze na een paar jaar ook weer mee gestopt. Kennelijk was dat te duur om te produceren zonder dat het werkelijk verschrikkelijk effectief was. Men was in het algemeen nogal kritisch gestemd over dit ontwerp en over dit ongelooflijk kleine autootje. Iedereen moest erg lachen om die kleine wieltjes die eronder zaten. Ik wil vooral mensen die nu denken dat de moderne Mini, dat is namelijk een heel erg dure kleine BMW, die in Nederland deels geproduceerd wordt, dat die heel weinig tot niets te maken heeft met de oorspronkelijke Mini, behalve dat die op een vrij geraffineerde wijze, laten we zeggen, de proporties van de oorspronkelijke Mini vergroot heeft. Want het is qua gewicht en bouw echt een heel andere auto dan de Mini. Ik denk eerlijk gezegd, de Mini zal in zijn simpelste uitvoering 600 kilo hebben gewogen. En ik denk dat zo'n BMW Mini, dat die toch al gauw boven de 1000 kilo zit. Dus zeg maar, bijna twee keer zo zwaar is. Ook door allerlei moderne veiligheidsconstructies enzovoort. Het is een beetje een beetje een feestautootje wat mij betreft. En ik vind het knap dat BMW, want BMW had natuurlijk een groot deel van de restanten van de Engelse auto-industrie gekocht. Die hebben vrijwel alles doorverkocht, maar die hebben het minimerk hebben ze behouden. En zij zagen wat de mogelijkheden waren, want ze hebben dus een soort van zo'n retro-autootje ontworpen. Dat is de BMW Mini, waar ze schat hemel veel geld aan verdiend hebben aan dat ding. Terwijl dat interieur, dat is echt van een kinderachtigheid, dat hou je niet voor mogelijk. Maar goed, dat is mijn persoonlijke opvatting. Dus de Mini werd zeer kritisch ontvangen. Daar kwam bij dat die eigenlijk net iets te vroeg gelanceerd was. En dat, zoals we hebben dat al eens eerder gehoord, dat met name de eerste kopers ook allemaal testrijders waren. Hij lekte aan zijn mandje en was van alles en nog wat was ermee mis. Maar het was een briljant en origineel ontwerp, zonder meer. Het was voor zulke geringe afmetingen best een ruim wagentje. Als je alleen voorin zat, dan had je eigenlijk alle ruimte van de wereld. En wat ik al zei, het ding lag op de weg als een kart. Het was echt ongelooflijk. Vandaar ook dat er in no time werden er sportversies geproduceerd. Daar doet BMW ook heel handig aan. En je kon zo'n Cooper extraatjes krijgen, dan kreeg je witte streep eroverheen en die motor die kreeg er 20 pk bij. En tenslotte had je nog veel hoger opgevoerde Minis. Ik geloof dat ze drie keer de Rally van Monte Carlo gewonnen hebben. Er waren allerlei races voor Minis. Het was een heel inspirerend autootje. Maar nogmaals, aanvankelijk was de reactie van de dealers en de kopers negatief. Bij alle auto's eigenlijk. Alles wat we genoemd hebben, die heeft die, behalve de Volkswagen dan. Maar ja, je kon er moeilijk negatief reageren in Duitsland in 1939 misschien. Ja, bij al deze briljante ontwerpen die in allerlei opzichten een centrale rol hebben gespeeld in de automobilisering van de massa, want daar hebben we het in feite over, was de eerste reactie, nou dit is echt niks, dit is van een lulligheid, dit. En dat komt, dat heeft deels te maken met de zonderlinge opvattingen in de autojournalistiek. Want daar vinden ze toch zo'n Audi, hè, waar je echt mee knallen kan. Hè. Ik zag ook wel, je kunt op het internet zien dat ze dan met zo'n vrij omvangrijke, zwaar gemotoriseerde familieauto nog een paar lekkere vierwielslips maken, waarbij je altijd denkt, hoeveel Audi-bezitters van 53, want dan kun je pas een ding kopen, zeggen tegen een vrouw, zeg, dadelijk knal ik de straat uit en dan zet ik hem even dwars.
Dan gaan we even roken met die banden. Hè? Ja, dat is allemaal... Ik vind het hele nadruk ook op sportief rijden in onder normale verkeersomstandigheden. Nou ja, je weet zelf waar dat toe leidt. Alle jonge mannen die rijden alsof ze niet goed snik zijn geworden. Hè? Nou, ik roep dat ook altijd in het verkeer. Hè? Hey, daar hebben we weer Max Verstappen. Terwijl ik begreep, Max zelf vindt normale autorijden totaal oninteressant. Er is niks aan. Dat is, nou, dus dat, en de autobladen geven ook veel te veel aandacht aan al die spectaculaire, idioot dure, idioot snelle auto's. Schrijven ze iets over assemblage. Heb je dat gezegd tegen Autoweek? Volgens mij, bij Autoweek heb ik van die filmpjes gemaakt over bijzondere auto's, toch? Ja, heb je niet gezegd tegen ze, jullie moeten eens wat anders gaan opschrijven? Nee, dat heb volgens mij is Autoweek nog wel aan de, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vroeger was ik een religieus lezer van autobladen, maar daar ben ik ook. Je had dat heel lang geleden, had je, blad bestaat nog steeds, dat heet Car, dat is een Engels autoblad. Je hebt ook natuurlijk dat BBC ding, Top Gear. Ik had enorme hekel aan de jongens van Top Gear, dus dat vond ik ook allemaal achterlijke padvinders. Hè. Stoerdoenerij allemaal. Maar goed, maar Car is heel interessant gestart, want het heette aanvankelijk Small Car. Hè, dus ze waren vooral geïnteresseerd in kleine auto's, betaalbare auto's. Behoorlijke auto's die niet al te veel geld kosten. En ze hadden hele leuke dingen. Ze kochten bijvoorbeeld een auto en die haalden ze helemaal uit elkaar. Tot de schroefjes waarmee die in elkaar gezet was. En dan schreven ze hoe die in elkaar zat. En wat voor keuzes er waren gemaakt door de ontwerpers. Ook ten aanzien van allerlei kwesties die je niet meteen kunt zien. He, want wij zitten, nou, jij zit in een stoel, ik zit op die bank achterin. Hoe die stoel precies in elkaar zit, dat weten we niet. En je kunt ook zeggen, dat zit me ook geen zak zolang die behoorlijk zit. Maar het blijkt bijvoorbeeld dat bij die stoelontwerpen kun je hele simpele ontwerpen maken die geweldig zitten. En je kunt schijnbaar hele luxueuze stoelen produceren die helemaal niet lekker zitten. Denk aan de bekende De Chevaux stoel, waar je prima in zat, niks mis mee. Ik weet niet, je had toen natuurlijk nog geen hoofdsteunen. Die zit ook altijd verkeerd, die hoofdsteunen. Ja, die zijn zinloos. Nou, ze zinloos zijn, weet ik niet. Maar je moet ze eigenlijk steeds verstellen voor de hoogte van de passagier die er gebruik van maakt. Ik was overigens deze week op een congres en daar was een man die duidelijk het T-Ford verhaal had gehoord. Want alle feitjes die hij benoemde als inleiding van zijn verhaal, ook over de kleur, namelijk zwart en de lopende band, kwamen allemaal voorbij. Toen dacht ik, hé, die heeft goed zitten luisteren. Ah, kijk eens. Nou ja, het is een revolutionair ding. Ja. Maar het is de combinatie van assemblage en ontwerp. Daar gaat het steeds om. Ja. Een auto is ook een massafabrikageproduct. En dat speelt een heel belangrijke rol bij het ontwerp van het ding. Want daar moet je steeds rekening mee houden. He, hoe bouw je bijvoorbeeld een auto die door en door betrouwbaar is? Mm. Waar de Japanners bijvoorbeeld veel beter in zijn dan zelfs de Duitsers laat staan. Ja. Allerlei andere artiesten die auto's in elkaar zetten op een nogal rommelige manier. Met alle gevolgen met die. De ontvangst was dus niet erg gunstig, maar bij de Mini doet zich al iets voor wat eigenlijk in toenemende mate de automarkt is gaan beheersen. De Mini werd een modeautootje. Je had in die jaren, had je swinging Londen. En hoe dat nu gekomen is, is niet helemaal duidelijk, maar swinging Londen bekende zich tot de Mini. Je moest een Mini hebben, dat was het. Het deed een beetje denken aan die filmsterren die in Hollywood, die de Prius kochten. Het was ineens in de mode om een Prius te kopen. Ik geloof dat die, hoe heet die man ook weer, die in die Titanic film speelt. Oh, DiCaprio. Ja. Die begon ook, mensen, die heeft enorme gevoelens van het redden van de planeet en zo. En die was, nou, dat was bij de Mini ook een beetje zo. En omdat het een modeautootje was en tegelijkertijd een goedkope autootje wat iedereen kon kopen, want duur was die eigenlijk niet. En voor zover auto's ooit werkelijk goedkoop zijn, de allerarmste kunnen zelden echt zonder grote problemen een auto kopen, werd het uiteindelijk een enorm succes. En BMC heeft ook, dat hadden ze ook weer niet moeten doen, ook zoiets raars. Als je wil weten waarom de Engelse auto-industrie op de fles is gegaan. Ze hadden besloten, BMC was natuurlijk een combi van Austin en Morris. Twee merken die, en Austin is helemaal verdwenen. En voor zover je Morris, je ziet nog wel eens tegenwoordig een auto, daar staat MG op. Morris Garage, dat was de
sportauto van de BMC. Niet waar, dat is tegenwoordig een Chinese elektrische auto. De Chinezen hebben die merknaam hebben ze gekocht. En, of dat nou nog iets uitmaakt tegenwoordig, dat waag ik te betwijfelen. Bij Volvo ook, hè? Er zitten ook nu Chinese motors in. Ja, dat is Geely, geloof ik. Hè? Dat is een reuze onderneming. Allemaal heel begrijpelijk natuurlijk. Het is de snelst groeiende automarkt en de grootste automarkt, dat begrijp je ook wel, die er in de wereld is. We hebben het er al eerder over gehad, dat die tal van fabrikanten daar grote winsten maken, terwijl ze hier op hun eigen markt eigenlijk vrij beperkt zijn. En zo werd de BMC besloten. Kennelijk waren daar nog de zogenaamde, hoe heet dat ook alweer, bloedgroepen nog prominent aanwezig. Hij zou in twee versies worden gebouwd, namelijk een Austin-versie en een Morris-versie, die, afgezien van het merkje op het boterkapje, niet van elkaar verschilden. En die gingen ze bovendien bouwen in twee verschillende fabrieken. Als je daar nou even over nadenkt en je hebt de allereerste cursus Managerial Efficiency gevolgd, dan weet je dat je dan dus twee keer overheadkosten hebt, dat je twee locaties nodig hebt, dat je twee, hier gaat het er alleen om dat je even een ander merkje erop schroeft en klaar was Kees. Nou ja, dus de productie was nodeloos duur. Ongelooflijk stom. Bovendien had je natuurlijk al die stakingen in Engeland in de jaren 60 en 70. Wat je ook ziet is dat ze hadden natuurlijk allerlei merken waren onder dat BMC geordend. Riley enzovoort enzovoort. En dan maakten ze van die Mini ook een Riley versie. Dan kreeg hij een soort van rare deftige neus die er natuurlijk helemaal niet op paste. Hè. Dat hadden ze allemaal totaal niet moeten doen. Ze hebben eigenlijk zeker op de lange termijn de mogelijkheden van die Mini niet gezien. Die BMW, dat moet BMW nagegeven worden, wel heeft gezien. Nou ja, daarom hebben we nu nog steeds een Mini, die niets te maken heeft met de oorspronkelijke Mini. Het is wel leuk, een heel enkele maal zie je een oude Mini naast een nieuwe Mini staan. En dan zie je eigenlijk direct dat het, klopt, dat het heel weinig met elkaar te maken heeft. Maar hij reed lekker. Het was natuurlijk een Engelse auto met alle nadelen van dien, maar hij reed lekker. Het is leuk bij die klassieke tochten die je wel eens hebt op zondag. En dan komen al die auto's de garage uit en bij elkaar op zo'n marktplein. En dan gaan ze zo'n tocht door het Heuvelland maken of iets dergelijks. Ja, het is natuurlijk wel een iconische auto geworden. Ja. Maar hij dankt zijn bestaan dus eigenlijk aan de brandstofschaarste die het vervolg was van de Suezcrisis. Dus we danken de Mini eigenlijk aan Nasser. Zo kun je het beste zeggen. En er is nu weer een brandstofcrisis, maar toch, hè, in Engeland. Ja, maar dat is zoals altijd, er is een transportcrisis. Ah. Laten we zeggen, de transportinfrastructuur die heeft te weinig werknemers en die heeft te beperkte mogelijkheden. Ja. Ik begreep dat ze nu allemaal op kort contract met aanzienlijke bonussen Oost-Europese chauffeurs in dienst nemen. Ja, klopt, ja. Om al die vrachtauto's te bemannen. Maar ik dacht ook dat in Nederland is het ook niet groots hoor. Er zijn ook wel problemen. Infrastructurele problemen. Laten we nog even kijken tot slot naar wat vragen. Tot hoe laat heb jij? Nou ja, ik moet om 4:30 bij die krapper zijn. Ja, dan zie ik er een berg tegenop. Hoezo? Mijn hele leven heb ik niks gehad met krappers. Ik word hier verscheurd in feite door twee emoties. Namelijk mijn weerzin tegen krappers. Ze kan me verder hele aardige lui zijn daar niet van. Maar het is een principiële weerzin tegen krappers. Ik weet niet waarom. Had ik als jongetje al, moest ik van mijn moeder naar de kapper. Nou, dat was heel eenvoudig in de jaren 50. Je werd gewoon zo kort mogelijk geknipt. Het was altijd een soort van kroekat waarmee je toegerust werd, zoals dat heet. Maar ik vond het afschuwelijk. Maar tegelijkertijd vind ik lang haar ook afschuwelijk. Dus ik word voortdurend. En dan kijk ik naar mezelf en denk van, rek, dat stomme lange haar, dat moet eraf. Ik heb paniek en moet je kijken. Het hangt in mijn oog. Ik kan die mevrouw nauwelijks zien daarbuiten. En tegelijkertijd stel ik het uit. Hè? Dat is een typisch menselijke ambivalentie. Dat je eigenlijk jezelf in de problemen werkt. Door uitstelstrategie. Die gestuurd wordt door irrationele emoties. Vandaar. Ja. 4:30 is de afspraak. Wat voor aanwijzing geef jij de kapper als je komt? Of kom je zo al kort mogelijk nu. Dat zeg je altijd. Want dan hoef je heel laat pas weer naar de kapper. Ja, zo is het. Ja. Mijn ideale periode is 8 maanden. Ik weet niet, dat was nog een, je kunt het meten, wat groeit het, dan groeien haren niet, een centimeter per jaar, ja, per maand of zo. 6 weken is inderdaad de
bij de tijd die je een beetje moet aanhouden. In 6 weken? Ja. Nou, daar pieker ik niet over. Volgens mij een centimeter per maand groeit het. Ja, precies. Dat dacht ik ook. Centimeter per maand. Dus, en ik probeer altijd 8 maanden. Ik ben nu altijd zo lang geleden dat ik naar de kapper ben geweest. Ik ben helemaal vergeten wanneer het was. Ja, ik weet het nog wel. Want dat heb je toen ook genoemd. Dus ik moet naar de kapper straks. Ik weet niet of dat 8 maanden geleden is. Precies, want je kunt dus zeggen, wat hebben die arme luisteraars ermee te maken dat ik naar die kapper moet? Eigenlijk niks. Ik vind het ook vervelend dat ik het sowieso heb moeten noemen, maar ja, ik zit er altijd mee. Voor, ja, mij, is het. Voor mij is het een moment van gewicht. En heb je dan tijdens het dat ze knippen ook leuke gesprekken of is het, heb je daar geen behoefte aan? Nou, meestal heb je wel wat onderwerpen. Hè? Want de vakantie natuurlijk is een typisch kappersonderwerp. Ik heb kleinkinderen, dus dat is ook een typisch kappersonderwerp. Meestal hebben de kapsters zelf kinderen. Dus daar kun je allerlei interessante observaties kun je combineren. Dat is het zo'n beetje. Ja, oké. Ja, dus vakantie is nu herfstvakantie, hè? Hier. Je ziet het is herfstvakantie, ja. Maar we hebben besloten thuis te blijven. Hallo meneer Van Rossum, zou u iets willen vertellen over de protocollen van de wijze van Sion? Wat zijn de gevolgen van deze geschiedvervalsing, zegt Nathanael Post, hij is student geschiedenis. Ja, dat is een van de meest fameuze gevallen van geschiedvervalsing van vervalste documenten, laten we het zo zeggen. Ik moet daar even naar kijken, op de Wikipedia waarschijnlijk. En daar wil ik er best iets over zeggen. Dus die moeten we even bewaren, daar komen we op terug. Maar goed, hij wijst er zelf wel op dat het valse documenten waren. Ja. Dan hebben we hier iemand, die mevrouw uit Duitsland, die hebben we wel gehad. Ja, deze man die had nog even een vraag ook over onder andere waar we het net over hadden, namelijk dat bestellen van boeken op Amazon. Even luisteren hoe hij dat verwoordt. Daar komt hij. Beste Maarten en ook Tom, je spreekt met Rob Brandt. Uit Zutphen. Ik luister met veel plezier naar de podcast. Maar ik heb toch wel een opmerking te maken. Als er zoveel kritiek is, en mijn ogen ook vaak terechte kritiek, op bedrijven als Amazon producten, als Facebook. Waarom gebruik je dat? Waarom gebruik je Word van Microsoft als je een Mac hebt? Waarom bestel je je boeken bij Amazon? Waarom is deze website via Twitter en Facebook te volgen? Graag een reactie. Ja, dat is een hele waslijst in feite. Rob Brandt is dit trouwens met DT. Oh. Dan moet ik even diep nadenken. Ten aanzien van boeken, en in het bijzonder Amerikaanse boeken, is Amazon echt niet te kloppen. En misschien zijn er sluipwegen waardoor je een even snel boek uit Amerika kunt bestellen. Maar dan zou je denk al gauw aanlopen tegen het probleem dat de bedrijven die dat doen waarschijnlijk even grote boeven zijn als Amazon. Want anders kunnen ze niet behoorlijk concurreren in de markt. Waarom heb ik toch een aanwezigheid op Facebook, waar ik over zelf nooit naar kijk, en ook op Twitter? Omdat mijn uitgever het prettig vindt dat er een internetpresence is. Maar ik doe dat dus niet zelf. Ook die twitteraar van de podcast, zou ik maar zeggen. Daar ben ik in feite niet verantwoordelijk voor. Nee, dat waren uitspraken uit deze podcast die op Twitter werden gezet. Maar daar zijn we mee gestopt, want dat liep heel de spuigaten goed, ja, uit. Ja, dus dat moet vooral zo klein mogelijk worden gehouden. Dat mag best opstaan. Het is weer nieuw. Er is weer een nieuwe podcast. Dat is een beetje de limiet. Maar nogmaals, dat vindt de uitgever prettig. Ik zelf bemoei me daar niet mee. Als er iets op Twitter staat, een uitspraak, is het wel zo dat degene die dat maakt en naar Twitter stuurt, ik weet zelf helemaal niet hoe dat gaat, die raadpleegt mij wel of ik het daarmee eens ben. En dan word ik opgebeld, heb je een mening over X, Y, Z? Ik zeg, ja, daar heb ik wel een mening over. En dan schrijven ze dat op en dat zetten ze op Twitter na bij een goedkeuring. Maar in principe gebeurt dat betrekkelijk zeldzaam, is betrekkelijk zeldzaam. Maar had nog meer klachten. Er was ook nog Microsoft Word noemde die ook nog. Ja, dan de beste meneer, misschien kunt u namens mij alle Nederlandse uitgevers bellen over deze kwestie. Ik sta 100% achter u. Dan moet u eens proberen om een ander versleuteld geschreven document aan de Nederlandse uitgever te sturen. Doet u dat eens voor de aardigheid. Heel graag. Hoor ik ook uw reactie op wat de uitgevers hebben gezet. Wil je alsjeblieft de meest recente versie van Word gebruiken, want dan de rest kunnen we niet openen. Hartelijk dank,
We zien het tegemoet. Ik heb wel eens geëxperimenteerd, maar dat heeft geen enkele zin. Nee, want je bent natuurlijk met dat boekje bezig. Ja, zeker. Dus dat loopt gevaar doordat jij niet weet hoe Word werkt. Nou, dat loopt geen gevaar. Ik hoop wel. Ik zorg wel dat ik zodra ik weer iets erbij heb geschreven. Want in deze drukke weken toch vrij lastig is. Maar dan stuur ik altijd eentje naar. Ook zoiets, mag ik waarschijnlijk ook niet vertellen. Naar Gmail om voor de opslag. De backup. Dus dan zit het in mijn eigen computer. En ik heb ook nog zo'n ding wat zo'n cloud. Ja, daar zit het ook in. Je kan het zo op je telefoon, kan het zo bekijken. En ik stuur het naar Google voor alle zekerheid. Denkend aan enkele fameuze gevallen waarin aardige documenten zijn zoekgeraakt. Ja, maar je kunt dus ook in Google kun je verder typen, hè? Dat weet ik, maar dat doe ik dus niet. Oké, goed. Dat is meteen ingewikkeld. Volgens mij hadden we de waslijst van deze meneer, van deze Rob Brand, gehad. Dan hebben we hier een meneer, dat is Jérôme. Volgens mij belde die mij van de week. Toen zei ik, je moet het echt even inspreken. Dus dat is ook nog bij deze een verzoek. Niet bellen naar dit telefoonnummer, maar het toevoegen op WhatsApp en dan inspreken. Jérôme. Ja, goedemiddag. Jérôme Koster. Ik luister graag naar jullie podcast. En ik heb een vraagje over wat de heer Van Rossum vindt over Tesla. Ik heb de podcast over auto's geluisterd en vond het heel interessant. En ik ben heel benieuwd hoe meneer Van Rossum Tesla ziet in het licht van de auto-historie. Ik ben heel benieuwd. Kun je daar al iets over zeggen? Want daar kun je wel iets over zeggen. Namelijk dat wat je verder ook van Elon Musk mogen vinden. Ik heb het al eens eerder gezegd volgens mij. Heeft hij er toch voor gezorgd via de Tesla dat de elektrische auto een reële en zelfs acceptabele en aantrekkelijke propositie is geworden. Ik vond oorspronkelijk was Tesla een soort sportwagentje. Dat heeft hij ook de ruimte ingeschoten, als ik het wel heb. En dan heb je de hele tijd die grote Tesla gehad. Ik weet niet wat die type aanduidingen zijn. Die was naar mijn idee iets te groot en veel te duur naar mijn gevoel. En dan komt tenslotte Tesla type 3. Hè? Staat er daar hier aan tegenover ons. Een hemelse goedheid. Gaat die telefoon. Even. Ja, dit is het type 3. En jij had ook nog die veel groter inderdaad. Die was hiervoor. Tesla X of zo of Y. Ik weet het niet meer. Ik begrijp er niks van hier. Die wagentjes van Picnic zijn ook grappig, hè? Ik zit te worstelen met... Oh, de telefoon. Ja. Het is niet dringend, degene die je, dan moet je even opnemen. Nee, het is niet dringend. Oké. Het is niet dringend. Ik vergeet dat ding altijd uit te zetten. Ik liep naar beneden, ik dacht, ik moet hem even uitzetten. Ik zal de volgende keer, van tevoren dat ik... Dat heel goed, ja. Die Tesla type 3, daar ben ik een grote bewonderaar van. Dat is in allerlei opzichten nog steeds de maat van alle dingen. Zij het dat die Koreaanse fabrikanten Kia en Hyundai, zoals wij zeggen... Dat die ook nu met hele aantrekkelijke elektrische proposities komen. De Duitse industrie hobbelt daar een beetje achteraan. Volkswagen heeft natuurlijk vrij veel gedaan, maar goed, dat gaat dan weer te ver. Ja, ik ben dus een grote bewonderaar van wat Tesla tot stand heeft gebracht. Ze worden bij mijn weten slordig geassembleerd, in de zin dat ze in Amerika altijd in de top 10 van de auto's met de meeste gebreken staan. Maar ik vind de Tesla 3... uitzonderlijke auto die denk ik wel iconische status verdient. Hij is mooi om te zien, rijdt lekker, hij is relatief betaalbaar. In principe moeten al die elektrische auto's nog een stuk betaalbaarder kunnen worden, omdat ze veel minder onderdelen hebben dan een auto met een normale motor en mogen die gewoon wat simpeler in elkaar zitten. Maar de Tesla 3 is een meesterwerk. Maar deze meneer vraagt ook de historie. Hè? Als je nou over een tijdje terugkijkt, is Tesla degene de dominosteen die dat elektrisch rijden aan het bewegen heeft gekregen? Ja, je kunt Tesla wel de eer gunnen dat ze als eerste eigenlijk een elektrische auto hebben geproduceerd die iedereen ook serieus kon nemen. Stel dat zij dat niet waren, was het dan veel later gekomen? Dat denk ik wel. Vooral natuurlijk omdat een van de wonderlijkste dingen is dat vooral de Duitse fabrikanten die heel dominant technisch aanwezig zijn in de auto-industrie, wat ik al zei, de boot nogal een beetje gemist hebben. Ja. En natuurlijk de grote concurrent van de Duitsers, Toyota,
die heeft op een iets andere technologie gemikt, namelijk op een hybride technologie. Mm. Dus die, heeft, dat zijn, die hebben een normale motor plus een niet onaanzienlijke elektromotor. Dat werkt ook goed, daar kun je relatief heel zuinig mee rijden, maar het zijn geen echte elektrische auto's, dat niet. Nee, ik moet wel zeggen, ik was gisteren onderweg in een volledig elektrische auto. En ik kon dus ook, waar ik naartoe ging, was ook zo'n paal om het op te laden. Dus dat overal is, dus als die infrastructuur goed is, dan is het prima te doen. Ja, maar je kunt dus met nog steeds niet met een elektrische auto met vakantie naar Slowakije of Kroatië of maar zo. Maar binnen Nederland was het goed en ik moest nu naar Eindhoven. Nee, dus binnen Nederland en misschien deels zelfs West-Europa. Maar ik meen, als ik het wel heb, biedt Tesla ook de software aan. Als jij dus met zo'n Tesla naar Parijs wil, ik noem maar wat op. Dan typ je dat in en dan geeft hij precies aan waar snel laadstation staan. Ja. Je hebt bijvoorbeeld in de buurt van Utrecht, geloof ik bij Bunnik, zo'n snellaadstation. Ja. Daar heb je in 10 minuten 80% van de oplading binnen. Dit is een meneer die doet een voorstel voor een onderwerp. We hebben natuurlijk misschien nog een staartje van de auto's dan China. En dan zou dit eventueel kunnen, als jij dat ook ziet zitten, het onderwerp racisme in de VS. Of we dat willen behandelen, met name in de zuidelijke staten. En wat voor rol de religie daarin speelt, of speelde. Ja, maar speelt de religie speelt daar niet onaanzienlijke rol in. En het racisme in de Verenigde Staten, het hele probleem natuurlijk van de oorspronkelijke slavenpopulatie, de burgeroorlog die daarop gevolgd is, daarna weer de segregatie daarna de burgeroorlog in het zuiden. Nou, kortom, het probleem woekert nog steeds. Het is in de Amerikaanse samenleving een open wond. Maar vind je dit interessant om een... Ja, ik wil er wel eens wat over zeggen, vooral over de effecten die nu nog heel bedenkelijk zijn, heel negatief zijn. Ja, en Joep vraagt ook of we dan een parallel willen trekken met Zuid-Afrika, waar je min of meer hetzelfde verschijnsel ziet. Nou, dat is natuurlijk een totaal eigenlijk onvergelijkbare situatie. Okay. Joep, dat is niet te vergelijken. Ik moet nu nog een kort stukje schrijven over kapitein Rob, dus dat heb je dat nog gelezen, kapitein Rob, in je vroege jeugd? Hij is mij ook niet voorgelezen. Ah, nee, dat is strips, dat zijn strips. Nee. Hele leuke strips waren dat in de jaren 50. Nee. Erik de Noorman, zeg je dat nog wat? Kuifje wel? Nee. Dit Erik de Noorman, zeg je ook niks? Helemaal niks, nee. En kapitein Rob, zeg je ook niks? Nee, ook niet. Wel een droevigheid. Nou, die verhalen over de oorspronkelijke maker van die verhalen is al in 66 overleden. Maar er zijn nu twee jongens die weer van die nieuwe verhalen maken, die er heel redelijk uitzien. En daar ga ik nu een kort stukje voor schrijven. Oké. Ik ken wel, wie heeft er op het hoofd van de mol gepoept? Dat is voor mij nou weer totaal nieuw. Dan moet je wel vrij vroeg opstaan, wil je op het hoofd van een mol poepen. Want dan moet je ten eerste komen ze zelden boven de grond. Dus dat is een hele klus om dat goed voor elkaar te krijgen. Nou, dat is een heel bekend kinderboek. Ja? Ja. Kijk, dat zegt mij nou weer niks. Nee, het is, en dan gaan ze... Maar, je weet, dat is een heel interessant. Misschien moeten we het daar eens over hebben. Dat je natuurlijk opgroeit in een complexe culturele context. En in die context van mij, jaren 50. Ja, ik ben geboren in 43, dus in 55 was ik 12. Dus dan, ik was wel een lezerig ventje. En dan las je allerlei dingen die natuurlijk tegenwoordig niemand meer leest. Neem kapitein Rob en Erik de Noorman. Onbekende stillers, daar zeg je ook niks, neem ik aan. Daar heb je het al. Allemaal stripfiguren. Allemaal stripfiguren. Maar heer Bommel en Tom Poes, dat zeg je nog wel eens. Ja, die ken ik wel. Kijk, nou goed, dat... De grote Nederlandse strips van de jaren 50, dat was heer Bommel. En Tom Poes. Heel leuk vond ik dat. Fantastisch, fantastische verhalen. Erik de Noorman, prachtig getekend. Kapitein Rob, er waren hele leuke, spannende avonturen bij. Mm-hmm. Ga ik nu dadelijk op papier zetten. Dirk Jan. Daar waren hele korte strips. Zeg me niks. Nee, wat ik aan mijn kinderen heb voorgelezen is natuurlijk Guus Vlater. Mm-hmm. En wat ik nu niet noemde, omdat ik had het nu over Nederlandse strips, waren natuurlijk de Belgische strips. En er geen absoluut geniale Franquin. Dat, hè, dat spelt V-F-R-A-N-Q-U-I-N. Mm. Van alle tekenaars van de jaren 50, verreweg de beste tekenaar. Dat zijn prachtige tekenaars. En de Marsje Pulami. Zeg je dat nog wat? De Marsje Pulami? Ook al niet. Maar wanneer maakt Tom, er is een wereld te winnen. Ja, ik merk het. Ik merk het. Maar wanneer is iets een goede strip? Want ik heb het idee dat ik altijd populistische materiaal heb gelezen, zoals Donald Duck. En, ja, ik vond Donald Duck ook geweldig. Ja, dat is top. Dat is het. Dat is hartstikke goede strip. Dat zijn geen Nederlandse strips. En dat is nog een strip waar jij ook in zit.
Maar met Donald Duck. Ja, die hebben ze. Ja, dat komt dat ze in Amsterdam hebben ze het voorrecht al ook van Disney dat ze zelf ook verhalen mogen maken. Maar de meest fantastische Donald Duck verhalen zijn die van meneer Barks. B-A-R-K-S, dat hè. Donald Duck als brandweerman, Donald Duck en de jonge woudlopers, Donald Duck met een kippenfarm, Donald Duck in de regenmaker, dat zijn echt geniale klassiekers. Ja, Donald Duck is top. Geweldig, dat tekent overigens ook. En dat maar komt... puur grafisch is Francois echt. En die kan een auto tekenen op een manier dat je denkt van hij rijdt, hij beweegt. Als ik het boek niet vlug dicht doe, rijdt hij eruit. Zo goed is dat. Ik ga het opzoeken op Wikipedia. Ja, Robberdoes en Kwabberdood, zo heten die verhalen. Doen. Ja, maar ik wil best een keer een overzichtje geven van de wereld waarin ik opgegroeid ben. Ja, waar jij dus een groot deel volledig gemist hebt, heel begrijpelijk. Ja. Want ongetwijfeld zijn jou allemaal dingen voorgelezen waar ik dan nooit, neem nou die mol, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja. Ik vind het wel een beetje typische kindergrapperij natuurlijk. Een grote beer, kleine beer. Dat zeg maar ook niet. Ik zal het wel ophouden. Ja. Hey, ben je volgende week vrijdag of... Nee, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het bij eigen agenda ook niet. Ik weet het, durf het niet met zekerheid te zeggen. Ik denk dat volgende week vrijdag, eind van de middag of zo, zou anders kunnen. Zaterdag. Ik laat het je anders zaterdag. Wanneer heb je weer in het theater? Oh, ik geloof volgende week niet, maar daarna Delft volgens mij. En, oh, dat is in de buurt. En Roermond nog een keer. Maar dat zitten we al in november, denk ik. Oké. Okay. Ik heb er in november 3 volgens mij. Tegenover ons, een hemelse goedheid, had die telefoon.